Een zeer goede avond. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Als je jong bent, dan worden er vaak sprookjes voorgelezen en dan word je ouder en dan stopt dat gewoon. Vandaar deze podcast, de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Vandaag live vanuit Den Arenberg. En ik heb hier niemand minder bij mij dan een geweldig goede vriend en ook wel wat met impro-ervaring, denk ik. William Boeva! Hallo. Ja. William, we hebben een titel gekregen die nogal lang is. Ja, die ook 7 minuten gaat duren om uit te spreken. Ja, ik zal hem nog eens 1 keer voorlezen voordat we beginnen. Er was eens een Schotse kerstman die met een gouden alphoorn een nieuwe vrouw zocht. Ik ben het begin nu al vergeten. Ja, oké, goed, maar we gaan er toch aan beginnen. Oké. Er was eens een Schotse kerstman die met een gouden alphoorn een nieuwe kerstvrouw zocht. En die Schotse kerstman die lag in zijn zetel te spelen met zijn gouden alphoorn. Want dat was iets dat de kerstman wel vaker deed. Hij was eenzaam en alleen. En telkens hij zich echt niet goed voelde, dan legde hij zich neer om even met zijn gouden alphoorn te spelen. Ja, was ook heel handig, want hij was Schots, dus hij droeg een rok. En die alphoorn kon daar mooi onderuit komen. Gloeien. Nu, op een dag werd er aangebeld. En ding dong. Hij ging naar beneden en hij opende de deur. En hij zag daar voor hem staan een fantastisch grote, maar toch iets wat magere... Zeg maar, Gerop. Magere eland. Het was een eland waar dat hem vroeger nog mee had gewerkt, Brutus. En Brutus kwam de kerstman iets vertellen. Kerstman, ik weet niet of je mij nog kent. Ik zit een Brutus. Ja, ik nog. Je hebt vroeger nog gewerkt voor mij. Oh ja, we hebben samen in de dok gewerkt. Ja, natuurlijk. Dat waren goede tijden. Het zal wel zijn. Van dat speelgoed verzamelen dat van de boot gevallen is. Oh ja. En die kerstman heeft een duik gegeven. Dat is Sinterklaas bedoel ik. Niemand heeft dat gezien. Niemand heeft dat gezien. Zeg, maar kerstman, ik heb toch een vraagje voor u. Ja. Er is bij mij een kerstelf geweest en die heeft gezegd, jij hebt iets te veel misdaden op je kerfstok. Ik kan dat allemaal kwijtschelden, maar dan moet jij ervoor zorgen dat de kerstman een nieuwe kerstvriendin vindt. Wow, dat is wel een kei moeilijk ding om te vinden, een goede kerstvrouw. Een kerstvrouw, dat was het, ja. Ik kan even nog hierop te zeggen, hoe zit het? En zo gezegd, zo gedaan, de kerstman ging op stap op zoek naar een nieuwe kerstvrouw. Hij ging naar het noorden van Schotland, naar het westen van Schotland, naar het zuiden van Schotland. En het was er overal koud. En geen kerstvrouw te vinden, tot hij in het oosten van Schotland kwam. En zoals jullie allemaal weten, staat het oosten van Schotland bekend om zijn vele kerstvrouwen. En hij kwam daartoe en hij zag een herberg. En hij stapt die herberg binnen en daar zitten 15 kerstvrouwen op hem te wachten. Ja, maar er was iets heel vreemd aan al deze kerstvrouwen. Ze hadden allemaal hun naam op hun borst gespeld. De ene heette Els, de andere heette Sanne. De andere heette Tine. Dan had je nog Sandra. En zo nog. En ook nog 11 anderen. Oké. Waaronder Tina. Gerlinde. Herlinde ook nog. Sarah. Annelies. Els. Er was al een Els. Dus ja, was een Els tweede Bis. Els. Er kunnen tweede Elsen zijn. Ah ja, was het ook een tweeling? Brigitte. Els? Brigitte. Birgitta. Gita. Patricia. Dus om duidelijk te zijn, gaan we ze nog eens even overlopen. Nee, dat gaan we niet doen. En hij moest kiezen wie is van deze vrouwen de beste kerstvrouw. Maar hij had ooit in de tijd wijze raad gekregen van zijn grootmoeder over kerstvrouwen. Jongen, als je ooit een kerstvrouw zoekt, zorg dat ze deze eigenschappen heeft. Ze moet verschrikkelijk goed zeetongen kunnen bakken in de pan. Ja. Dat
dat bedoelde ik. Ja, maar ik ben een beetje dementerend. Ja, en ik wist het woord niet meer voor pan. Ik heb het gevoel dat ik met twee stemmen babbel. Dat is kei raar. Dat kan zijn, maar we zitten dan ook in de psychiatrie. Ja, wat ook belangrijk is, beste jongen, dat ze mooie kerstkindjes kan baren. Ze ja. brede heupen hebben. En ook lange tenen. Zoals elke andere vrouw. Ja, correct. Dat is eigenlijk een gewoon ding dat vrouwen hebben. Maar dat is heel belangrijk. Ja. En zo ging hij dus op zoek tussen die 15 vrouwen. Hij keek naar al hun voeten en er waren... Ja, de meeste hadden gewoon lange tenen. Dan begon hij te zoeken wie kan er goed bakken. En hij haalde pannetjes uit zijn zak en hij 11 pannetjes. 15. 15 pannetjes. Ja, 15 pannetjes. En hij liet ze allemaal tongetjes bakken. Er vielen er al 6 af. Er waren er al 6 die absoluut geen tongetjes konden bakken. En dan uiteraard... De derde eigenschap. Die ik misschien nu vergeten ben. Ze moest goed kindjes kunnen baren. Goed kindjes kunnen baren. En dat was zijn grootste test. Hij begon ze allemaal vol te steken met kindjes. En hij liet hen dan de kindjes baren. Ja. Maar geen enkel probleem. De kindjes waren heel veilig. Want hij ving ze op met zijn gouden alpenhoorn. En van die vrouwen was er eentje... Dat effectief een enorm mooi kindje baarde. Wat heel vreemd was, want er gingen heel lelijke kindjes eerst in en er kwamen er mooie kwamen uit. Er mooi uit. Waarschijnlijk. Dat was de eigenschap. En die vrouw koos hem. En die vrouw heette... Tanja. Tanja. En zo gebeurde dat de kerstman... altijd afgebeeld wordt met op de achtergrond... Tanja die kinderen in de lucht schiet. Wat is nu de moraal... van dit verhaal... ben ik heel benieuwd naar, dat als je een vrouw zoekt... dat je goed moet beseffen... dat er tussen... dat er een opdracht is, hè? Ja, dat er opdrachten zijn... dat er vele mogelijkheden zijn... maar dat er eigenlijk altijd maar eentje is... die het beste lelijke kinderen... kan ja, naar buiten schieten. Okay, en dat lelijke kinderen ook nut hebben. Ja, absoluut. Dank u wel. Slaap lekker. Thank you.